Hi, ik ben hier vandaag met Maj-Brit van Nispen. Met je mooie paard. Ja. Hoe heet hij? Vertigo. Alleen op stal noemen we hem altijd gewoon Tigo. Een liefkozend naampje. Dat is jouw bijnaam. Ja. En het is een knuffelaar, hè? Een hele grote knuffelaar. Alles wat aandacht aan hem geeft, vindt hij leuk. Maj-Brit, je vertelde dat Vertigo nooit echt ziek is geweest. Maar ik zie wel dat hij iets bijzonders heeft. Ja. Met stipjes. Ja, hij is niet echt heel ernstig ziek, nee. Maar hij heeft wel dezelfde ziekte als Michael Jackson had. Ja. Of ja. Dat hij dus zijn eigen pigmenten aanvalt. Waardoor dat resulteert in allemaal kleine witte stipjes. Daar is hij verder niet ziek van. Of heeft hij ook geen last van. Het is meer een cosmetisch defect, zeg maar. Ja. Dus het heeft geen invloed op zijn prestaties. Nee. Want ik hoor dat hij ZZ-niveau loopt. Ja, hij loopt op ZZ-zwaar niveau. Even een tijdje niet omdat hij een peesblessure heeft gehad. Maar nu zijn we weer eenmaal op de rit. Dus, En ZZ is echt heel hoog niveau, dus heel goed. En heb jij hem dat zelf getraind? Ja. Hij is als jongpaard bij mij gekomen toen hij net alleen maar het zadel kende en vooruit en een rem had. Ja. En voor de rest heb ik hem alles zelf geleerd. Ja. Hij is echt ontzettend lief en relaxed. Ja. Jij zei net van mensen vragen ook wel eens om entingen. Wat moet een paard voor entingen hebben? Een paard moet jaarlijks geënt worden tegen influenza. Dat is wat wij ook de griepprik noemen. Ja. En om te voorkomen dat ze inderdaad massaal allemaal de griep krijgen. En tegen tetanus, die zit daarbij. Want tetanus is een hele nare ziekte. Die vooral de tetanusbacterie, die zit gewoon in de grond. Dus als ze een diepe wond hebben, kunnen ze dat oplopen als ze er niet tegen geënt zijn. En krijgt een paard dat elk jaar? Ja, elk jaar. En de paarden die heel hoog in de sport lopen en internationaal op niveau lopen, die krijgen die zelfs 2 keer per jaar. Ja. Doe je ook keuringen van paarden? Ja. Want waar is een keuring eigenlijk voor? Aankoopskeuringen vooral. Dat is om te bepalen hoe de gesteldheid van het paard is op tijdstip van aankoop. Dat is natuurlijk wel een momentopname, omdat ik op dat moment dat paard bekijk. Dat geeft aan dat hij dus op dat moment geen gebreken vertoont. En dan, bepaalt dat ook zijn waarde? Nee, dat niet. Het is meer hoe koop ik een gezond paard of niet. Ja. En heb jij een eigen praktijk of hoe ga jij te werk als je naar je klanten? Hoe bereik je je klanten? Ik werk mobiel, dus vanuit de auto. Als mensen mij bellen, dan kunnen ze een afspraak maken en dan plannen we een visite in. Dan rijd ik naar de mensen toe. Mijn auto is dus mijn apotheek. Er staat een hele grote kast achterin met alle benodigdheden om ze zorg aan paarden te kunnen verlenen. Okay, maar dat is wel een fijne service, want anders moet je de paarden extra stress, extra risico op nog meer verwondingen. Dus heel fijn dat jij makkelijk naar ze toe kan komen. Ja, precies. Ja. En doe je in een groot gebied? Als ze me bellen, dan rijd ik altijd wel heen. Maar je zit wel altijd rondom Breda, toch? Breda, Tilburg, die kant op ook. Ja. Maar Fred, vertel eens even, wat zijn de meest voorkomende dingen die je tegenkomt bij een paard qua ziektes of qua oproepen? Ja, dan is een van de eerste is dan wel coliek. En wat is een coliek? Een coliek is een symptoom en dat betekent dat een paard buikpijn heeft. Paarden hebben echt enorm lange darmen. En die zitten helaas maar aan 1 punt vast in de buik. Waardoor als daar gas of ontstaat, dan gaan die zweven. En dan kunnen ze in de knoop raken of verstopt zitten. Of heel veel verschillende oorzaken van coliek. Kun je er zelf iets aan doen om een coliek te voorkomen? Vooral veel beweging geven. Goed kleine porties voeren, vaak over de dag. Want paarden zijn natuurlijk van nature grazers die heel de dag door eten. Dus die darm moet altijd aan het werk zijn. Voorzichtig zijn met zand. Als ze veel op kort gras staan, dan eten ze de graspolletjes mee op. En daar zit heel veel zand aan. En zand blijft zitten in de darmen, waardoor dat ook voor problemen kan zorgen. Voordat we net opgegeten werden door Flo, zijn we maar even buiten gaan zitten. Wat kom je nog meer zoal tegen, buiten een coliek? Veel kreupelheden, want paarden zijn natuurlijk worden gebruikt om op te rijden. Dus dan kunnen ze of overbelast raken of gewond raken aan hun been. Ja. Wat doe je aan een kreupelheid? Dat ligt aan wat de oorzaak is. Er zijn verschillende oorzaken die daar aan de grondslag kunnen liggen. Want een paard is natuurlijk opgebouwd uit spieren en pezen en botten en gewrichten.
Dus aan ja, waar dat het zit, daar stel je een plan voor in. En je kunt niet zomaar zwachtelen of kan dat wel? Nee, als een paard zijn been breekt, dan is dat heel lastig. Dan kan je een hele dure en invasieve operatie laten doen in een gespecialiseerde kliniek, waar ze dan, net zoals bij mensen, schroeven en platen in zo'n been zetten. Paarden kunnen gegipst worden, maar dat is heel bewerkelijk. Dus eigenlijk, vaak is het dan, ja, stop ermee en laten we het paard inslapen. Want een paard kan je niet zijn been amputeren, zodat hij net zoals een hond of een kat op drie benen verder gaat. Nee, dat gaat niet. En dat moet je ook regelmatig doen? Euthaniseren? Ja, dat hoort erbij. Ja. Geboorte hoort er ook bij. En ik hoor dat jij een heel mooi veulentje hebt. Zullen we daar eens even gaan kijken? Ja, dat is goed. We staan hier bij nog een mooi paard. Ja, dat is Uniek. Die is ook van ons. Hij heet Uniek. Ja. En is ook Uniek. Ja, want hij heeft iets heel moois gekregen. Ja, een veulen. Ja. En hoe heet die? Die moest met een L beginnen dit jaar, dus die heet Limited Edition. Oké, is heel mooi. En hoe is zo'n moeder ten opzichte van een veulen? Beschermend? Ja, heel beschermend. Vooral de eerste paar dagen, dan ging ze altijd tussen jou en de veulen instaan. Zo van niet te dichtbij. Maar tegenwoordig mag die ook een beetje verder weg van de weg en vindt het niet meer zo erg. En mag jij zelfs als verzorger en als eigen paard, is ze dan ook zelfs beschermend tegen jou of afstandelijk? Ja, de eerste dagen wel. Toen was ze wel een beetje van, wij mogen wel het dichtst bij komen. Ja, ja. Ja. Wat is nou in jouw praktijk het meest bijzondere wat je ooit mee hebt gemaakt? Ja, dat is toch wel het geboorte van een nieuw leven. Als je dan die merries het hele jaar opgevolgd hebt en ze geïnsemineerd hebt en dat ze drachtig zijn geworden en dat er dan het jaar erop een veulen geboren wordt. Ja. Hoe lang is een paard drachtig? 11 maanden. Okay. En heb je de geboorte van Limited Edition zelf gezien? Ja, dat was wel een heel erg spannend verhaal. Want we dachten eerst dat ze niet zou gaan bevallen die avond, want ze was allemaal nog heel rustig. En ik word ineens gebeld door de staleigenaar dat de waterblaas gebroken was en dat er dus heel veel water uitkwam. En dan is het opschieten, want dan drijft hij hem met een half uur uit. Oké. Ja, toen ben ik echt als een idioot deze kant op gereden en heb ik hem wel net geboren zien worden. Ja? Oh, heel bijzonder. Hij gaat nu drinken bij zijn moeder, kijk. Het is wel een heel mooi veulen, hele hoge lange benen. Ja, ik ben er heel blij mee. Heel mooi dressure, typisch veulen. Wat ga je ermee doen? Blijft hij voor jezelf of weet je het nog niet? Als het een hele goede wordt, dan wordt het de opvolger van mijn paard. Want die is ondertussen 14 jaar en die mag al bijna met pensioen. Maar anders dan ga ik hem verkopen. Nou, heel veel succes met je praktijk en met je paarden en je mooie veulen. Ja, dankjewel.